Begin dit jaar sloot deze kleine Delijze in de Stationsstraat in Eeklo definitief de deuren. Het pand ligt in het Eekloze stadscentrum en stond sindsdien te verkommeren. Maar nu is er dus weer een toekomst voor de site. De stad kocht het gebouw zelf aan voor 2,1 miljoen euro. Veel geld, maar de aankoop is elke cent waard, zegt schepen van stadsontwikkeling Danny Platink. In eerste instantie omdat er op de site van de Kleine Delijze ook een parking aanwezig is voor een 40-tal wagens. Die moet het parkeer vrijmaken van de markt enigszins compenseren. De parkeerplaatsen die verloren worden op de markt, we gaan dat niet onder de mat vegen. Maar we vinden dat we dat best kunnen groeperen in een soort pocketparkings. We gaan zo eentje doen in de Keistraat, die is nu in voorbereidende werken. En met deze aankoop hebben we de mogelijkheid om eigenlijk onmiddellijk 40 of 45 wagens te kunnen parkeren. Dat gaat dus eigenlijk onmiddellijk en in het voorjaar gaan we zeker dat we kunnen in gebruik nemen. Met de aankoop van de Kleine Delijze door het stadsbestuur komt het hele stadsvernieuwingsproject van Eeklo opnieuw een stapje dichterbij. Eerder deze maand kocht Eeklo ook de site van de Paterskerk en het achterliggende klooster aan voor 3,7 miljoen euro. Volgend jaar start de heraanleg van de markt. Dat Eeklo nu ook dit leegstaande pand in het hart van de stad aankoopt, is dan ook een strategische zet, zegt Platink. Wel, we gaan in elk geval heel die site samen nemen met de Paterskerk en we gaan ons ook laten begeleiden door experten, we hebben daar budget voor, om nu te kijken wat dat de beste invulling zal zijn. Die twee zaken hangen samen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het verdwijnen van de Adidelijzen, dat ervaren wordt als een verlies. Dus dat zal ook op ons verlanglijstje staan, dat er hier waarschijnlijk ook een winkel zal komen. Parking is sowieso, dat moet er zeker komen. Maar een bijkomende winkel zou zeker niet slecht zijn.